Een hele goede morgen, broeders en zusters. Wij zijn in de Onze Lieve Vrouwenkerk. De afgelopen zondagen mochten we al de Heilige Mis in de kerk hebben. Afgelopen weekend ook op zaterdagavond. Het is een reden tot blijdschap, tot dankbaarheid. Maar tevens is het ook bijzonder te zien dat de kerk zo beperkt vol kan zijn. Soms is het jammer, hè, om mensen die zoveel zin hebben om de Eucharistie mee te vieren en daarna de communie te ontvangen, om hen teleur te moeten stellen dat het nog niet mogelijk is. Vragen we onze moeder Maria dat zij ons helpt om ons op het mogelijk op de komende sacramentsdag voor te bereiden. In Nederland wordt het aanstaande zondag gevierd. Bidden we ook in het teken van het feest van gisteren, van de Heilige Drievuldigheid, eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En ik wens jullie een hele blijmoedige dag. Tot ziens.